de Joden. Dienstengeachte maatregelen heeft genomen met als algemene strekking het afzonderen, samendrijven en gevangen nemen der Joden als onderdeel van hun deportatie over de Duitse grens, hetgeen gelijk de verdachte als zeker moest voorzien, vervelende doden gevolgen had. Zijnde volgens gegevens van het Nederlandse Rode Kruis van ongeveer 110.000 weggevoerde Joden slecht gezet, maatregelen heeft genomen als het doen houden van razzia's en controles tot het vatten van arbeidsplichtigen, bij welke arbeidsinzet de gevangen werkkrachten uit de burgerbevolking van bezet Nederland met het oog op slavenarbeid naar Duitsland werden gedeporteerd en velen dient ten gevolge zijn omgekomen. Brouter heeft vanaf de dominerende plaats die hij innam en die overeenstemde met die van Himmler in Duitsland, in Himmlers geest door zijn voorbeeld en leiding die onmenselijke menselijke machine opgezweept en bezield, al dus bezien mag men in hem wel de boze genius van de bezettende macht in Nederland zien. Zijn daden waren misdaden tegen normen die boven landen en volken uitgelden als kostbare tanden onze christelijke beschaving. Ontstellende misdaden die hij bedreef tegen de supranationale rechtsorde, terwijl hij om haar onbekommerd als Duitser naar Duitse methoden de Duitse oorlogvoering diende.